Databases of gegevensbestanden, die zijn het komende half uur aan de orde in aflevering 5 van PC Privé. In deze vijfde les van de cursus PC Privé gaan we het hebben over gegevensbestanden. In de computerwereld beter bekend onder de naam databases. Dag dames en heren. Een gegevensbestand of database is eigenlijk niets meer of minder dan een kaartenbak in de PC. Vergelijkbaar dus met de kaarten die u in een gewone kaartenbak kunt tegenkomen. Kaarten in een kaartenbak of in een computer kunnen allerlei gegevens bevatten. Bijvoorbeeld de namen, adressen en telefoonnummers van een klantenkring, van de leden van een vereniging of in privésituaties van de vriendenkring. In een bibliotheek kunnen deze kaarten weer andere informatie bevatten. Bijvoorbeeld over de titel van een boek, de schrijver, de uitgever of de jaargang. In het computerjargon worden deze individuele kaarten records genoemd en de gegevens op die kaarten velden. Zo is de boektitel een veld, de schrijver een veld, de uitgever een veld, enzovoort. En nogmaals, al die kaarten tezamen vormen dus een gegevensbestand of database. Of, zoals de Teliac-software ze noemt, een stapel. Als u uit een traditionele kaartenbak al uw kennissen wilt selecteren die in Amsterdam wonen, dan zult u die hele kaartenbak moeten doorlopen om ze op te zoeken. Bij een computerkaartenbak gaat dat veel makkelijker. De computer doet het voor u. Je kunt ermee dus razendsnel selecties maken. Maar er kan nog veel meer mee, zoals zometeen tijdens de demonstraties van de datamodule van Teliac Software zal blijken. Zo kun je bijvoorbeeld ook adresgegevens uit een kaartenbak combineren met een standaardbrief die je op de computer hebt ingetikt. Dit noemen we mailmerge. Ook daarvan in deze les een demonstratie. We starten nu eerst met het maken van een adresbestand voor een vereniging. Ook in deze les zal het merendeel van de demonstraties plaatsvinden in de grove, grafische mode en zwart-wit. We hebben de computer opgestart en staan in het hoofdscherm van de Teliac-software. Hoofdstuk 5a wordt geselecteerd. En u ziet aan de icoontjes dat dit hoofdstuk automatisch de programma's Data, Word en Print zal inladen als er op de rechtermuisknop geklikt wordt. Dit is zo geprogrammeerd omdat we, zoals gezegd, straks met mailmerge aan de gang gaan en daarbij zijn behalve data ook Word en Print nodig. Deze drie modules zijn na het inladen zichtbaar en we kiezen voor data en maken dit scherm vullend. Er verschijnt weer een zogenaamde statusregel in beeld. Hierin staat dat de file nog geen naam heeft, dat de mode waarin we staan normaal is en dat we nog 181k ter beschikking hebben bij het maken en invullen van deze nog naamloze stapel gegevens. Onderin staat welke functietoetsen in deze module ter beschikking zijn. F2-reken is hiervan een nog onbekende. Hiermee kan in deze database-module de opdracht gegeven worden om iets uit te rekenen. Daar laten we u straks nog iets van zien. Door een druk op de Escape-toets krijgen we de menuregel van deze module in beeld. Hieronder bevinden zich uiteraard weer de nodige pull-down-menu's. Eén daarvan is mode. En die hebben we nodig als we een kaartenbak met gegevens van leden van een vereniging willen gaan ontwerpen. Vervolgens kiezen we voor ontwerp en automatisch geeft de statusregel aan dat we in de ontwerpmode staan. Nu moeten we aangeven dat we een nieuw gegevensbestand willen gaan maken en kiezen daarvoor onder het menu stapel voor toevoegen. Er verschijnt een miniatuurkaartje op het scherm. Dit kan groter gemaakt worden door de rechteronderhoek te selecteren met de rechtermuisknop, vervolgens met de muis naar de plaats te gaan waar je deze hoek wilt hebben en nogmaals op de rechtermuisknop te drukken. Het kaartje is nu groter en zo je wilt kan het ook nog wat verplaatst worden. Je klikt linksboven op het kaartje met de rechtermuisknop, gaat met de muis naar de juiste positie en klikt daarna opnieuw op de rechtermuisknop.
Nu kan de kaart verder bewerkt gaan worden. Maar eerst typen we boven het kaartje een koptitel. Bijvoorbeeld ledenbestand Golfclub Heideveld. Zo'n titel maakt bij ieder gebruik van dit bestand onmiddellijk duidelijk aan welk bestand gewerkt wordt. Want boven iedere kaart zal hij steeds terugkomen. Dan kan de kaart ontworpen worden. Overigens is het altijd aan te raden om, voordat u zo'n kaartenbak in de computer gaat ontwerpen, eerst op een kladje te zetten wat u wilt en daar tevoren goed over na te denken. Wij hebben dat voor het ledenbestand van onze golfvereniging ook gedaan. We hebben bepaald welke gegevens we over onze leden in de computer willen opnemen en kunnen dit nu in de verschillende velden gaan uitwerken. Eerst gaan we de veldomschrijvingen aanbrengen. Je moet daarvoor de muis binnen de kaart plaatsen en op de linkermuisknop drukken. Er verschijnt een cursor op de kaart, waarachter we het woordje naam kunnen tikken. Vervolgens gaan we een eindje naar rechts en typen kaartnummer in. Dan gaan we met de cursor 1 of 2 zinnen verder en typen voornaam in. Je kunt bij dit intypen geen gebruik maken van de return-toets. Alleen door er met de cursor heen te gaan, kun je op een volgende regel typen. Mocht je een fout maken, dan kan dit met de delete of backspace-toets gecorrigeerd worden. Als de hele kaart ingevuld is, we hebben dit buiten beeld gedaan, dan is de volgende stap het kiezen van een veldtype. In gegevensbestanden wordt namelijk gebruik gemaakt van verschillende soorten velden. Welke soorten er zijn, kunt u zien onder het menu Veld. Zo kunnen er velden zijn die alleen maar uit tekst bestaan, of velden met hoofdletters. Ook zijn er velden die getallen bevatten waarmee gerekend kan worden. Onder een integer getal verstaat de computer een getal zonder decimalen, dus een rond getal. Zijn getallen financieel, dan hebben ze uiteraard 2 decimalen achter de komma. En bij floating kun je met maximaal 12 decimalen werken. Ook kun je bijvoorbeeld aangeven dat een veld een datum gaat bevatten. Dan gaan we nu bekijken en invullen welke veldtypes op ons ledenbestand van toepassing zijn. Naam moet natuurlijk een tekstveld worden. We klikken daarom op veld en de keuzetekst en plaatsen vervolgens de cursor achter naam en drukken op de tabtoets om te bevestigen dat we een veld op de kaart willen plaatsen. De computer reageert door een pijltje achter dit veld naam te plaatsen. Zo kunnen we alle tekstvelden op onze kaart in 1 keer afwerken. Voornaam is natuurlijk een tekstveld. De keuze man-vrouw, idem. Het adres is een tekstveld. Het telefoonnummer is, hoe gek het ook mag klinken, een tekstveld. En dat geldt ook voor het lidmaatschapnummer. Met deze cijfers doen we namelijk geen berekeningen, dus het kan gewoon als tekst gedefinieerd worden. Notities is natuurlijk ook een tekstveld. Wellicht bent u wat verbaasd dat we de postcode en de plaatsnaam hebben overgeslagen. Maar dat willen we weliswaar wel als een tekstveld hebben, maar in hoofdletters. En daarvoor heeft de software de keuze veld hoofdletters. Dus definiëren we die velden als hoofdlettervelden. Aan het kaartnummer geven we weer een andere definitie. Daarbij kiezen we onder het veldmenu voor kaartnummer. De computer houdt, zoals straks zal blijken, dit nummer automatisch bij. Het veld geboortedatum definiëren we als een datumveld. De golfhandicaps van de leden willen we als ronde getallen in het bestand opnemen. Daarvan maken we een integer veld, dus zonder decimalen. En tot slot maken we van de contributie een financieel veld. Hierbij kunnen we onder het optiesmenu nog instellen hoe we de financiële bedragen weergegeven willen zien. Daarbij is een keuze uit verschillende manieren van het plaatsen van punten en komma's. Wij zijn tevreden met de standaardkeuze, dus laten dit zo. Mocht er overigens bij het plaatsen van zo'n veld een foutje gemaakt zijn, dan kan het pijltje verwijderd worden door de Shift- en Tab-toets in te drukken en opnieuw het juiste veldtype te bepalen en te plaatsen.
De veldtypes zijn ingevuld en we kunnen terug naar de normale mode. Daar kunnen we nog even checken of we de veldtypes goed bepaald hebben. Door de cursor in een bepaald veld te plaatsen en onder het menu Veld te kijken, kunnen we zien hoe we het veld gedefinieerd hebben. Is alles in orde, dan zijn we nog niet klaar met de voorbereidingen voor het gegevensbestand. De velden moeten nog, zoals dat heet, gelabeld worden. Daarvoor kiezen we onder het menu Mode voor Label Formule. Er verschijnt een invulscherm waarmee we achter de veldomschrijvingen kleine labels kunnen gaan invullen. Deze labels zijn nodig om, zoals straks zal blijken, de computer bepaalde zoekopdrachten of berekeningen te laten uitvoeren. Bij het kiezen van namen voor labels is het raadzaam om voor zeer voor de hand liggende afkortingen te kiezen. Zo typen we voor naam NM in en voor kaartnummer KRTNR. De rest hebben we buiten beeld even verder ingevuld. Voor voornaam VNM. Voor MV, GS is afkorting van geslacht. Voor geboortedatum, dat. Voor adres, ADR. Voor postcode, PC. Voor woonplaats, WP. Voor telefoonnummer, TEL. Voor lidmaatschapnummer, LID. Voor contributie, CON. Voor handicap, HCP. En tot slot voor notities, NOT. Maar dat wil de computer niet, omdat deze afkorting NOT een functienaam van het programma is. En hij geeft de melding dat de naam al gereserveerd is. Zou je er NOTI van maken, dan is dat wel akkoord. Maar je kunt ook kiezen om dit veld notities geen label te geven. Omdat je op een dergelijk specifiek veld meestal geen selecties gaat plegen. Nu is de kaartenbak voldoende voorbereid om ingevuld te gaan worden. Maar voordat we dat gaan doen, slaan we hem eerst op en geven hem de bestandsnaam Golfclub. Voor het invullen van de kaarten kiezen we de mode Normaal en er verschijnt een keurig lege kaart. Hierin kunnen we echter niet onmiddellijk typen. Eerst moeten we onder het stapelmenu kiezen voor Kaart en toevoegen. U ziet het, er verschijnt opnieuw een lege kaart waarop al wel het kaartnummer 1 ingevuld is. Dat houdt de computer voor ons bij, dus dat hoeven we niet zelf in te vullen. Dit komt omdat we hier veldtype kaartnummer gebruikt hebben. We vullen nu de naam van het eerste lid in, Vries de. Zouden we gewoon de Vries typen, dan denkt de computer dat de achternaam met een D begint en niet met een V. Bij een alfabetische selectie zou dat rare resultaten geven. Door een return te geven, komt de computer automatisch in het volgende in te vullen veld terecht. De man heet Jan en achter MV vullen we een M in. Vervolgens typen we zijn geboortedatum in, 2-12-1950. En na een druk op de Enter-toets maakt de computer er automatisch 2 december 1950 van. Dit komt omdat we hem opgegeven hebben dat het een datumveld is. Deze schrijfwijze kan overigens nog gewijzigd worden door op de Escape-toets te drukken en onder het TS-menu voor instellingen en vervolgens voor datum te kiezen. Er kan een keuze gemaakt worden voor 7 verschillende schrijfwijzen voor de datum, bijvoorbeeld E. En door een druk op de F2-toets wordt een en ander gewijzigd. Dan kan het adres verder ingevuld worden. Bij het intypen van de postcode en de plaatsnaam in kleine letters verschijnt na het geven van een return dit geheel automatisch in hoofdletters, zoals we bij de velddefinitie hebben opgegeven. Bij het intypen van het telefoonnummer en lidmaatschapnummer is dit uiteraard weer een gewoon tekstveld. Typen we in dat de contributie 850 is, dan wordt dit correct met decimalen aangegeven, zoals het bij een financieel veld hoort. En zouden we achter handicap 28.4 tikken, dan maakt de computer daar een rond of integer getal van, namelijk 28. Let wel op dat de computer daarbij niet zelf naar boven afrondt. Tot slot kunnen we bij notities invullen wat er over deze meneer De Vries te melden valt.
Drukken we op het eind van het veld op Enter, dan gaat er iets fout. De tekst Wedstrijden verschijnt bovenaan de kaart en we typen over De Vries heen. Dit komt omdat we bij het ontwerpen van de kaart maar één regeltje voor notities gereserveerd hebben. Gelukkig valt dit nog wel te herstellen. We gaan daarvoor terug naar de mode Ontwerp en gaan met de cursor onder het veld Notities staan. Daarna kiezen we voor het veldmenu en tekst en voegen nog een paar extra velden toe door met de taptoets pijltjes te plaatsen. Gaan we nu terug naar de normale mode, dan kunnen we onderop de kaart de rest van het verhaal kwijt. Nu moeten we natuurlijk nog wel even ook de bovenste regel weer herstellen. We zetten de cursor op de W van Wedstrijden en verwijderen dit door er Vries de overheen te typen. De kaart is klaar en door een druk op de taptoets komt de tweede kaart ter invulling tevoorschijn. Dat invullen gaan we even buiten beeld doen, want dat gaat uiteraard op precies dezelfde manier. Ik wil nog wel even herhalen hoe je zo'n gegevensbestand nu precies opzet. Ten eerste is het belangrijk goed te overdenken wat je wilt voordat je het in de computer gaat invoeren. Hoewel wijzigingen tussentijds, zoals u gezien heeft, nog best mogelijk zijn, is het tevoren maken van een kladje op papier verreweg de beste weg. Daarna wordt in de ontwerpmode van de software een blanco kaart aangemaakt en van tekst voorzien en vervolgens wordt bepaald wat de aard van de velden is. We onderscheiden onder andere tekst, numerieke en datumvelden. Daarna worden deze velden gelabeld. Van het nut van het labelen ziet u in de volgende demonstratie meer. We hebben nu een aantal gegevens van leden ingetypt en opgeslagen. We kunnen door deze kaartenbak heen bladeren door gebruik te maken van de pijltjes in de menuregel. Met het enkele pijltje dat naar links wijst, ga je steeds één kaart terug. Met de dubbele pijltjes naar links ga je in één keer naar de eerste kaart. Met het enkele pijltje naar rechts ga je steeds één kaart verder. En met de dubbele pijltjes kom je aan het einde van de kaartenbak. Gaan we terug naar de eerste kaart en komen we tot de ontdekking dat het huisnummer van de betreffende persoon er niet correct op staat, dan kan dat heel eenvoudig gecorrigeerd worden door er met de cursor op te gaan staan, de delete-toets in te drukken en het correcte nummer in te typen. Behalve dit soort kleine wijzigingen kunnen er ook ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Zo kan zelfs de hele kaart verwijderd worden. Daarvoor kies je onder het stapelmenu voor kaart en vervolgens voor verwijderen. De computer waarschuwt nog even en kiezen we voor ja, dan is de hele kaart verdwenen. Kaart 2 is nu automatisch kaart 1 geworden. Wil je niet zo rigoureus te werk gaan, dan kun je ook de kaart met de keuze leegmaken, blanco maken. Alleen het nummer blijft dan staan. Verder is het mogelijk om in een bestaand bestand een kaart toe te voegen door de keuze toevoegen. Automatisch wordt een lege kaart toegevoegd of tussengevoegd. Zo kan de hele kaartenbak regelmatig bijgewerkt, gecorrigeerd en up-to-date gehouden worden. Nu is het gebruik van pijltjestoetsen niet de enige mogelijkheid om de kaartenbak te doorzoeken. Het programma kent nog andere mogelijkheden. We kijken daarvoor nog weer even onder het stapelmenu en kiezen voor kaart en klikken op zoek. Er verschijnt een klein schermpje waarin we bijvoorbeeld kunnen invullen dat we meneer De Groei zijn kaart uit onze kaartenbak willen zien. We typen dan achter zoek het label in, namelijk NM van naam, een is-teken en tussen aanhalingstekens Groei de. En de computer toont automatisch de kaart van de heer De Groei. Overigens is het bij dergelijke zoekacties verstandig om voor in de kaartenbak te gaan staan, want de computer zoekt van voor naar achter. Nu zitten de kaarten zoals u gezien heeft kriskras door de kaartenbak heen. Maar we zouden dit liever op alfabetische volgorde van A tot en met Z hebben. Daarvoor kiezen we uit het modemenu Sorteer volgorde. Er verschijnt opnieuw een invulscherm. Door achter naam een 1 in te vullen, weet de computer dat we dit bestand op het veld naam op alfabetische volgorde geselecteerd willen hebben. Zouden we intypen -1, dan sorteert hij achteruit, dus van Z tot en met A.
Ook de voornamen willen we op alfabet geselecteerd hebben. Maar dat is onze tweede keus. Dus typen we een 2 in achter de voornaam. Hiermee worden dus de mensen met eenzelfde achternaam automatisch in alfabetische volgorde geplaatst ten aanzien van de voornaam. Gaan we nu terug naar de normale mode, dan zien we dat Ineke Antonis kaart nummer 12 heeft. Dus door het aangeven van de sorteervolgorde is er nog niets gebeurd. We moeten dan ook onder het stapelmenu de keuze sorteer aanklikken en bevestigen daarmee dat die kan gaan sorteren. Bladeren we nu door de kaartenbak, dan zien we dat alles keurig op alfabet staat. Dat het sorteren ook op voornaam heeft plaatsgevonden, zien we bij de Jansma's. Anneke haar kaart staat voor die van Jan. Overigens is het goed om te melden dat de kaartnummers met iedere sortering mee veranderen. Dan zijn we nu toe aan nog weer een andere selecteermogelijkheid van het programma. Daarvoor kiezen we onder het modemenu voor condities. Er verschijnt een invulscherm. Tik je nu achter woonplaats, dubbele punt, het is-teken en Schoonhoven tussen aanhalingstekens, dan kun je alle leden in Schoonhoven selecteren. Je gaat daarvoor terug naar de mode normaal. Er is dan nog niets gebeurd, maar kies je vervolgens voor het stapelmenu en condities en daarna voor maak filter, dan verschijnen automatisch de leden die in Schoonhoven wonen op het scherm. Het zijn er 3, zoals ook onder het condities-menu wordt aangegeven. Van het totaal aantal kaarten van 12 zitten er 3 in het filter Schoonhoven. Door te kiezen voor filter uitzetten kun je weer in de grote kaartenbak terechtkomen. Op deze wijze kun je dus allerlei selecties in de kaartenbak maken. Een heel andere mogelijkheid van dit databaseprogramma is het maken van berekeningen. Daarvoor gaan we even terug naar de ontwerpmode en typen onder de basiskaart de tekst totaal contributie, omdat we graag willen weten hoeveel contributie we van onze leden ontvangen. Voordat we het veld plaatsen, geven we aan dat het een financieel veld is, met de keuze veld en financieel. Dan gaan we naar de label formulemode en typen een label in. Bijvoorbeeld TCON als afkorting voor totaal contributie. Dan een dubbele punt en daarna een voor het programma bekend commando, namelijk SUM en tussen haakjes CON. Deze formule geeft dus aan dat de software de contributies moet optellen. SUM is optellen en CON is het label voor contributie. Gaan we nu terug naar de normale mode en drukken op de F2-functietoets, dan rekent de computer het totaal aan contributies uit. Op dezelfde manier kunnen we ook de gemiddelde contributie uitrekenen. U heeft nu een groot aantal mogelijkheden van de database-module gezien. In de handleiding vindt u hierover nog meer informatie. Wij gaan u laten zien hoe je de adresgegevens in deze kaartenbak kunt combineren met een brief. Het zogenaamde mailmerge. In de lessen 3 en 4 heeft u geleerd hoe u een brief kunt vormgeven met de tekstverwerkingsfaciliteiten van het programma. Wij hebben deze brief ook in hoofdstuk 5a van de software opgenomen. Nu is het natuurlijk niet zo handig om steeds opnieuw naam en adresgegevens enzovoort in een dergelijke brief te typen, omdat het programma dit voor ons kan doen op basis van de gegevens over de leden die in het golfclubbestand zitten. Daarom gaan we deze brief dan ook veranderen in een standaardbrief met daarin codes en functies waarmee het programma deze gegevens zelf kan invullen. Zo'n eerste gegeven dat de computer voor ons kan invullen is de datum. Met de delete-toets wissen we de datum van 20 augustus... en veranderen die door eerst een wiebertje te plaatsen door op de F3-toets en vervolgens op de spatiebalk te drukken. Iedere functie of formule van het programma wordt door zo'n wieber geopend en gesloten. Daarna typen we in date van datum, een dollarteken en tussen haakjes today is vandaag en sluiten met een wieber. De computer weet nu dat hij de datum van vandaag achter Schoonhoven moet plaatsen. Zo kunnen we ook de naam en adresgegevens in de brief verwijderen en daarvoor in de plaats ook codes invullen.
Daarvoor gebruiken we de labels zoals we die zo even in de kaartenbak hebben geformuleerd. VNM tussen Wiebers voor voornaam. NM tussen Wiebers voor achternaam. ADR tussen Wiebers voor adres. PC tussen Wiebers voor postcode. En tot slot WP tussen Wiebers voor woonplaats. Daarna moet de aanhef van de brief veranderd worden. Geachte mag blijven staan, maar omdat de leden mannen of vrouwen kunnen zijn, moet dit even op basis van het opgegeven geslacht in de kaartenbak bepaald worden. Je typt dan opnieuw een Wieber en vervolgens de functie if, met tussen haakjes GS, het label voor geslacht, het is-teken, tussen aanhalingstekens M, comma, heer, tussen aanhalingstekens, comma, mevrouw tussen aanhalingstekens, het sluitende haakje en tot slot een Wieber. Je zegt daarmee tegen de computer, als het geslacht een man is, afgekort M, dan schrijf je heer en anders mevrouw. Vervolgens kun je daar nog tussen Wiebers het label van de naam en M achterzetten. Er komt dan in de brief de achternaam achter, geachte mevrouw of heer, te staan. Voor de rest kan de brief gehandhaafd worden, behalve ten aanzien van de contributie. Deze is voor vrouwelijke leden minder, namelijk 800 gulden. En voor de heren 850 gulden. Ook hierbij kan de computer zelf op basis van de gegevens man-vrouw in de kaartenbak zijn keuze bepalen. Je typt dan in Wieber, if en tussen haakjes GS, het is-teken, tussen aanhalingstekens M, comma, 850 tussen aanhalingstekens, comma, 800 tussen aanhalingstekens, haakje sluiten, Wieber. En dit alles wil ook weer zoveel zeggen als het geslacht een man is, vul dan 850 gulden in en anders 800. De standaardbrief is nu klaar en wordt opgeslagen. Als het goed is, is hij nu hetzelfde als het bestand mailing dat al op uw schijf staat. Dan verlaten we nu even de brief en maken de kaartenbak van de golfclub weer actief. Bij golf is het zo dat alle beginners te boek staan met een handicap van 99. En al die beginners krijgen de brief. We maken daarvoor onder condities een basisfilter en vullen achter handicap het is-teken en 99 in. Dan gaan we terug naar de normaalmode en geven vervolgens onder het stapelmenu en het condities-menu de opdracht maak filter. Automatisch zijn nu de leden met een handicap van 99 geselecteerd. Dan wisselen we nu naar de printmodule en maken deze beeldvullend. Door de opdracht print vanuit Word scherm te geven, wordt de brief na het drukken op de spatiebalk op het scherm getoond. Zo kan een en ander natuurlijk ook op de printer worden afgedrukt. Is de eerste brief klaar, dan kan de volgende kaart uit het filter van handicap 99 gekozen worden en de volgende brief geprint. In de volgende les van deze cursus PC Privé gaan we het hebben over spreadsheets. Ik zou u willen aanraden voor de volgende les de theorie van hoofdstuk 6 van het cursusboek alvast eens door te nemen. Over de inhoud van de radioles van deze week krijgt u zo meteen nog wat meer informatie. En voor wat mij betreft graag tot de volgende keer.